Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook luisteraars via de kerkradio of het internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan student P.A. Kok uit Bunschoten. De schriftlezing deze morgen is uit 2 Timotheus 2 vers 1 tot 13. Dus 2 Timotheus 2 vers 1 tot 13. En het thema van de preek is Gods trouw doet zingen. Dan één mededeling namens de kerkenraad. Op de zondagbrief ontbrak per abuis dat de pneocontacten op de gebruikelijke tijd kunnen worden opgehaald. Er zijn 3 collecten tijdens deze eredienst. 2 tijdens de dienst. Deze zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kas, de meritiekas. En de 3e collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu voor deze dienst Psalm 111 vers 1. En dat is ook de psalm die de kinderen op school hebben moeten leren. Zelfs tijdens de vakantie. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe. Verhef uw en jullie hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we zijn hier gekomen om de Heere, onze God, te ontmoeten, naar hem te luisteren en ook voor hem te zingen, en dat zullen wij opnieuw doen. En we doen dat nu vanuit Psalm 100, het 3e en het 4e vers, waarin we de Heere de lof brengen die hem toekomt en mogen bezingen hoe overstelpend goed onze God is. Laten we zingen Psalm 100, vers 3 en vers 4.
We gaan luisteren naar de wet die de Heere onze God ons gegeven heeft. En daarna zullen wij zingen in antwoord daarop Psalm 130, daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 130, vers 2 en 3. In antwoord als wij eerst geluisterd hebben naar de woorden die de Heere onze God ons gegeven heeft. En waarmee Hij ons de weg in ons leven wil wijzen. En ons tegelijkertijd ook doet ontdekken hoe wij tekortschieten voor onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Thank you.
Voordat wij opnieuw Gods woord zullen horen, willen wij eerst een zegen vragen over deze dienst om de leiding van Gods Heilige bidden. En daarnaast zullen wij ook voorbeden en dankzegging doen. We doen voorbeden voor zuster Corrie Gaasbeek Valkenburg van de Renendaal 132. Zij is met een herseninfarct in het ziekenhuis. Daarnaast zullen wij ook voorbeden doen voor alle jongeren die deze week zullen starten met de examens. Verder zullen wij ook meenemen dat het vandaag Moederdag is. En daarnaast zullen wij dankzegging doen voor de familie De Mol. Zij mochten gisteren uit de hand van de Heere een zoon ontvangen in het ziekenhuis. Mogelijk zijn ze nu al thuis, maar dat is nog niet bekend. De jongen, een broertje, heet Dirk Johannes Arian, roepnaam Dirk. En verder zullen wij ook nog voorbeden doen voor de ouderenreis die voor aanstaande woensdag gepland staat. Laten wij het aangezicht van onze God zoeken. Grote en machtige God, schepper van hemel en aarde, van alle dingen, ook van ons leven, U die wij mogen aanroepen als onze Vader, door uw Zoon Jezus Christus. Vanmorgen mogen wij opnieuw hier in uw huis zijn, zoals we dat elke zondag opnieuw kunnen en mogen doen, zoals we dat ook afgelopen donderdag mochten doen toen we Hemelvaartsdag vierden, om hier elkaar te ontmoeten, dat ook, maar bovenal om hier u te ontmoeten. En dat is elke keer weer opnieuw een groot wonder, Heren. Een groot wonder omdat wij van nature er niet op uit zijn om u op te zoeken. En niet op uit zijn om u te ontmoeten, om met u te leven. Want diep in ons zit telkens weer de neiging om u de rug toe te keren. En als we zojuist aandachtig hebben geluisterd naar die woorden die u lang geleden al bekendgemaakt hebt aan uw volk Israël bij de berg Sinaï, en die wij ook nu nog elke zondag mogen horen. En we hebben daarna geluisterd en tegelijkertijd ook gekeken hoe dat in ons eigen leven is. Heren, dan kan het niet anders of wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij hopeloos tekortschieten. Sterker nog, dat wij uw geboden met voeten treden. En toch, Heren, wilt u ons ontmoeten. Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons daaraan ontdekken? Maar dan zo, Heren, vanuit uw liefde, dat het ons mag brengen bij de Heer Jezus Christus. Omdat u, Heren, in hem een weg gewezen hebt terug naar u. Wij mensen, wij zouden dat niet kunnen. Wij maken het alleen maar erger. Maar door uw Zoon Jezus Christus, die u in uw liefde voor deze wereld overgehad hebt en overgeleverd hebt, door hem en door zijn verzoenend lijden en sterven, mogen wij weer bij u komen. En dat is iets, Heren, wat ons stil maakt. En wat we vaak ook maar zo weinig beseffen. Wilt u het ons elke keer weer opnieuw laten zien? En dan ook zo, Heren, dat wij u erom loven en prijzen. Zoals we dat zojuist ook al mochten doen met psalmen, liederen tot eer van u. En Heren, wilt u geven dat we zo ook hier in de kerk mogen zitten. In het besef
dat wij bij u op bezoek komen. En dat u het zelf bent die hier tot ons wil spreken. En wilt u geven, Heere, dat het ook zo mag zijn, dat degene die u daarvoor geroepen hebt, dat hij niet met eigen woorden komt, maar dat het uw woorden zijn die door hem heen klinken. En wilt u geven dat alles wat dat hindert, Heere, wilt u dat wegnemen en aan de kant houden. Zowel bij hem die uw woord mag brengen, als bij ons allemaal, als wij ernaar luisteren, Heere. Wilt u geven dat we zo een open oor hebben om het te horen, maar dan ook zo, Heere, dat het met een open hart is. Dat we het niet alleen horen met onze oren, maar dat het ook een plek krijgt in ons leven. En dan beseffen we, Heere, dat we daarin geheel afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. Wilt u zo ook vanmorgen weer aan het werk zijn, Heere, en het waarmaken wat u belooft in uw woord. En Heere, dan willen wij u vanmorgen ook voorbeden doen. En we doen dat allereerst, Heere, voor zuster Corrie Gaasbeek Valkenburg, nu zij in de afgelopen week opnieuw getroffen is door een herseninfarct. Heere, wat worden we er dan bij bepaald dat we als mensen kwetsbaar zijn? En wat kan de impact dan ook groot zijn? We bidden u, Heere, wilt u geven dat de revalidatie die al gestart is ook het gewenste effect zal hebben? Dat onze zuster weer herstel mag ondervinden. En dat er geen blijvende schade zal zijn. Heren, en dat is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet als we in oog nemen dat we als mensen zo gemakkelijk daarin beschadigd raken. Maar Heren, u bent ook een God van wonderen. U kunt mogelijk maken wat voor ons mensen onmogelijk is. Wilt u zo onze zuster en ook haar man, kinderen en kleinkinderen nabij zijn en de komende tijd ook alles geven wat daarvoor nodig is. Heren, dan doen wij ook voorbeden voor alle jongeren die de komende week met de examens zullen starten. Ze hebben er lang naartoe geleefd, jaren voorbereiding gehad en nu komt dan het eindpunt in zicht. En de een zal daarin met meer vertrouwen dat examen tegemoet gaan dan de ander. Maar Heere, wilt u geven dat de energie die erin gestoken is ook beloond mag worden? Dat datgene eruit mag komen waar ze op gestudeerd hebben en wat ze zich eigen hebben proberen te maken, dat ze wat dat betreft, Heere, loon naar werken mogen ontvangen. En wilt u ook zijn met hen die eigenlijk graag in dat examenjaar hadden willen zitten, maar die onderweg vertraging zijn opgelopen. Om wat voor reden dan ook. Wilt u hen het vertrouwen en de kracht geven om toch door te gaan, zodat ook zij dat examen te zijner tijd, of misschien moeten we zeggen te uwer tijd, mogen gaan doen. Heren, dan willen wij ook voorbeden doen voor de ouderenreis die voor komende woensdag gepland staat, als een groep ouderen uit de gemeente op pad zal gaan, een bezoek zal brengen aan het Avifauna. Heren, wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan? Dat is geen vanzelfsprekendheid. Wilt u geven dat er oog is voor elkaar en dat ze het goed mogen hebben met elkaar en dat het zo ook een fijne, mooie dag mag zijn met elkaar. Dat ze mogen genieten en tegelijkertijd ook iets mogen proeven van de gemeenschap, van het gemeente zijn, van het broeders en zusters zijn als kinderen van u. Heren, en dan is het vandaag ook Moederdag. En dat is iets wat veel dankbaarheid kan oproepen. Bij
Alle moeders die vandaag in het zonnetje gezet worden, die verwend worden door hun kinderen, kleinkinderen misschien ook wel. Heren, wat is dat een grote zegen om op die manier ook te mogen ontdekken dat u doorgaat met uw werk, met de geslachten. Wilt u al die moeders een fijne en gezegende dag geven? En geef, Heren, dat zij daarin ook u de eer en dank mogen brengen die u daarin toekomt. En tegelijkertijd, Heren, doet zo'n dag ons beseffen dat er ook veel verdriet kan zijn en pijn. Juist op zo'n dag, als moeders in het zonnetje worden gezet, dan kan het ook zomaar zijn dat juist dan gevoeld wordt een gemis. Vrouwen die graag moeder hadden willen zijn, maar Heren die geen kinderen uit uw hand ontvangen hebben. En dat kan een hele strijd zijn, een worsteling, Heren, een zoektocht. Wilt u geven dat zij zich in die worsteling, in dat verdriet, gesteund mogen weten door u. Dat u hen daarin nabij bent. En dat u toch ook wilt laten zien dat u ons allen wilt gebruiken. Ook als wij geen kinderen ontvangen hebben. Ook als wij daarin verdriet kennen. En Heren, dat bidden wij ook voor al die moeders die juist vandaag erbij bepaald worden dat ze een kind of misschien zelfs wel meerdere moeten missen. Doordat ze uit dit leven weggenomen zijn. Heren, juist ook op dagen zoals vandaag komt dat heel dichtbij. Wilt u hen dan troosten, Heren, zoals een moeder troosten kan? En misschien is het ook wel zo, Heren, dat er vandaag moeders zijn van wie hun kinderen zeker nog wel leven, maar waarin er een afstand is ontstaan tussen hen en hun kind of hun kinderen. Om wat voor reden dan ook. Heren, wilt u ook dan nabij zijn en wilt u geven dat er een weg teruggevonden mag worden? Dat er weer toenadering tot elkaar mag zijn. Dat er op die manier ook weer liefde mag zijn over en weer. Heren, dan willen wij u ook nog danken voor de zegen die u gegeven hebt in het gezin van familie De Mol. Dat zij een zoon uit uw hand mochten ontvangen. Derk Johannes Arian. Heren, een broertje voor zijn oudere zus en broer. Wat bijzonder als u op die manier ook een huwelijk wilt zegenen. Wilt u daarvoor ook de dank ontvangen, Heren? En wilt u hen alles geven wat er voor nodig is om hun kind op te voeden in een leven met u? En dat is in de tijd waarin wij leven bepaald niet gemakkelijk, Heren. Dat geeft strijd en lijden soms en dat zullen we straks in de verkondiging ook horen. Maar tegelijkertijd, Heren, mogen we dan terugvallen op uw trouw en op uw zorg. En wilt u geven dat we ons zo mogen toevertrouwen, niet alleen de familie De Mol, maar wij allemaal, Heren, aan uw zorg en uw leiding in ons leven. Dat we u het heft in handen geven en dat we daarin niet onze weg gaan, onze eigen weg. Heren, wilt u geven dat we zo vanmorgen een eredienst mogen hebben die met recht ook een eredienst is. Dat het tot eer van uw grote, nooit volprezen naam zal zijn. Wilt u zo deze dienst zegenen, hoort u ons gebed in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, we zullen gaan lezen uit de schrift en we doen dat zoals zojuist ook al gezegd is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 13. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met vers 13.
En daarna zullen wij zingen ter inleiding op de verkondiging, Psalm 146, vers 1 en vers 3. Maar eerst luisteren wij naar het woord van de Heere. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden, daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zaligen ieder die het woord van de Heere hoort en ook bewaart in zijn en haar hart.
De tekst voor de verkondiging van morgen zijn de laatste drie versen die we zojuist gelezen hebben. 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. Ik zal die versen nog eens lezen. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Straks na de verkondiging zullen wij zingen opnieuw uit Psalm 146, nu het vierde en het achtste vers. Psalm 146, vers 4 en 8, straks in antwoord op de verkondiging. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, een aantal jaar geleden las ik in een blaadje over Rebecca. En Rebecca's vader zat in de gevangenis. Ze hadden hem zo meegenomen. En dat gebeurde ook niet heel vriendelijk. Rebecca was toen 9 jaar, helemaal nog niet zo oud. En ze vertelde daar zelf over en ik las dat in een blaadje van Stichting de Ondergrondse Kerk. Misschien kent u het wel. En ze zei daar, we waren in de kamer, mijn vader, mijn moeder en ik en ook nog heel veel andere mensen waren daarbij. En we waren net aan het zingen voor de heren. En toen zagen we dat er politiemensen aankwamen. En ze bonsden hard op de deur. En toen mijn vader opendeed, werden ze gelijk agressief en kwaad. En ze sloegen en schopten hem. En ze namen hem mee in de auto. En dat was het begin van een hele nare tijd die nog steeds niet afgelopen is. Dat was in 2011, inmiddels dus alweer 7 jaar geleden. En Benham, dat is Rebecca's vader, was dominee. Dominee in Iran. En nou moet hij tot 2022 in de gevangenis blijven. Hoewel, op een gegeven moment zei de regering dat hij de gevangenis uit mocht. Alleen, dan mocht hij nooit meer christelijke dingen doen. En weet je wat Rebecca's vader toen zei? Hij zei, ik zit liever gevangen met Jezus in mijn hart dan gezellig thuis zonder hem. Dat is nogal wat, broeders en zusters, jongeren, om dat zo te kunnen zeggen. En eigenlijk is het met Paulus net zo. In het gelezen gedeelte komt dat ook naar voren. Het is voor ons misschien moeilijk voor te stellen, maar hij kan zelfs zingen in de gevangenis. Zingen over Gods trouw. Want onze tekstversen zijn zeer waarschijnlijk een lied uit die tijd. Uit de tijd van Paulus. En daar willen we vandaag ook in het bijzonder bij stilstaan, onder het thema Gods trouw doet zingen. En in dat lied van wat Paulus hier aanhaalt, horen we allereerst een geweldige belofte. Vervolgens ook een ernstige waarschuwing. En als derde ook een rijke troost. Gods trouw doet zingen. Een geweldige belofte. Een ernstige waarschuwing. En een rijke troost. Gemeente, Paulus schreef deze brief aan Timotheus. En Timotheus, dat was zeg maar zijn geestelijke kind. Paulus en Timotheus hadden een bijzondere band opgebouwd met elkaar, zoals je dat tegenwoordig ook nog wel eens ziet. Bijvoorbeeld ook in de gemeente, dat je een serieuze jongere hebt die ontdekt heeft dat een oudere zuster met de Heere leeft en dat er op die manier een band is ontstaan. Dat ze
daarin met elkaar kunnen optrekken. Of een oudere broeder die met een hele positieve jongere een relatie opgebouwd heeft rond een leven met de Here. Ja, zo'n soortgelijke band hebben ook Paulus en Timotheus opgebouwd. Ze hebben een poosje samen opgetrokken en vervolgens is Timotheus achtergebleven in Efeze. En nu ontvangt hij een brief van Paulus. Maar op het moment dat Paulus die brief schrijft aan Timotheus, zit hij zelf in de gevangenis. Hij draagt boeien als een misdadiger, lazen we in vers 9. En ook eerder in de brief heeft Paulus daar al iets van laten merken, als hij het heeft over Onesiphorus, ook iemand met wie hij een band had opgebouwd, die hem vaak had bemoedigd en, zo schrijft hij, hij heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Ja, Paulus zit gevangen. Hij heeft huisarrest, zou je kunnen zeggen. Hij zat niet zozeer op dat moment in de gevangenis, maar wel in een huis waar hij niet zomaar uit mocht. Hoogstwaarschijnlijk zat hij in Rome op dat moment. God had hem duidelijk gemaakt dat hij naar Rome zou gaan, dat hij ook daar het evangelie zou brengen, zoals hij dat ook op andere plaatsen en in Jeruzalem gebracht had. Maar ze hebben hem daar gevangen gezet. Maar gemeente, Paulus is zijn vrijheid kwijtgeraakt vanwege het evangelie. Het is een lang verhaal, maar om het kort te maken, het komt erop neer dat de Joden van hem af willen. Het moet afgelopen zijn met hem en met zijn evangelie. Maar ze vergissen zich, want Paulus kan inderdaad niet meer gaan en staan waar hij wil, maar het woord van God is niet gebonden. Integendeel, als we het slot van de Handelingen zouden lezen, dan staat daar ook: Paulus predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Ongehinderd staat er dan. Ook al zit hij dus gevangen. Terwille van de uitverkorenen verdraagt hij alles en draagt hij boeien als een misdadiger. En bovendien, al zit Paulus dan gevangen in huisarrest, hij mocht blijkbaar wel brieven versturen. En zo gaat deze brief naar Timotheus toe en zo gaat het evangelie toch de wereld in. Hij schrijft het in vers 8 van wat we gelezen hebben: houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat moet Timotheus voortdurend voor ogen houden. En tegelijkertijd heeft dat grote gevolgen. Dat verandert namelijk alles. Het heeft allerlei lijden tot gevolg. En misschien ken jij dat ook wel uit je eigen leven. Leven met de Here, dat verandert alles. Dat vraagt keuzes. Jongelui, in het afgelopen seizoen zijn we daar ook mee bezig geweest. Met catechisaties. Waaraan is nou in jouw leven te merken dat je wel of misschien wel niet leeft met de Here? Dat vraagt keuzes, bijvoorbeeld voor wat betreft de zondagsbesteding. Of voor je omgang met andere mensen, voor je gedrag, voor je gedachten, noem maar op. En in de wereld waarin wij leven, wordt dat niet altijd gewaardeerd. Timotheus, hij was ook nog jong, liep daar ook tegenaan. En Paulus schrijft hem: houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Daar komt namelijk een geweldige belofte uit voor. En dat lazen we in vers 11. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Met hem gestorven. Dat kan niet losgezien worden van de context waarin Paulus dit gedeelte schrijft, verdrukkingen die hij leidt,
waarvoor hij zelf zijn vrijheid kwijtgeraakt is. En tegelijkertijd is dat ook nog niet zo eenvoudig te begrijpen voor ons nu. Wat dit nu concreet betekent. Met hem gestorven. Moeten wij dan sterven voor het evangelie? Zoals bijvoorbeeld Jacobus door het zwaard gedood werd. Zoals bijvoorbeeld Stefanus die gestenigd werd. En zoals er ook in onze tijd nog wel christenen gedood worden, bijvoorbeeld door IS. Is dat dan iets wat we moeten zoeken? Nee, zo letterlijk is het hier niet direct bedoeld, hoewel het soms wel dat tot gevolg kan hebben. Maar in eerste instantie is dat hier niet aan de orde. Gestorven zijn met Christus, dat geeft om te beginnen aan dat je tot de ontdekking gekomen bent dat je Christus nodig hebt om met God te kunnen leven. Kent u dat? Ken jij dat in jouw leven? Dat je ontdekt hebt dat je met jezelf voor God niet kunt verschijnen, laat staan met hem leven, maar met Jezus Christus wel, omdat hij in onze plaats wilde gaan staan, omdat hij voor ons wilde lijden en sterven. Uiteindelijk gaat het erom dat je met hem verbonden bent. Met Jezus Christus. Dat maakt ook dat de vader van Rebecca kan zeggen: ik zit liever in de gevangenis met Jezus in mijn hart dan gezellig thuis zonder hem. Met Jezus in je hart. Dan kan en dan wil je niet zonder hem. Dan heb je hem lief gekregen. Heb jij dat al mogen ontdekken? Hoe groot de liefde van God in Christus Jezus is? Dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor gegeven heeft? En ook de liefde van Jezus Christus zelf. Dat hij zijn leven afgelegd heeft, zodat een ieder die in hem gelooft ook de zaligheid zou verkrijgen. Dat wil zeggen, ook gered zou worden. Met eeuwige heerlijkheid in het perspectief. Ja, dat is het leven wat de Heere onze God ons wil geven. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Je zou het ook zo kunnen zeggen, als wij met Christus verbonden zijn in zijn dood, dan zijn we ook verbonden met hem in het eeuwige leven. Ja, dat geldt voor ieder die er zicht op heeft gekregen wat zijn ellende is. En die dat beleden heeft in alle eerlijkheid en pijn ook voor het aangezicht van de Heere. En die in het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus zijn behoud of haar behoud gevonden heeft. In zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed, het leven dat hij overgegeven heeft. Voor u, voor jou, ja, ook voor mij. Kunt jij het Paulus nazeggen met alle gevolgen van dien, zoals hij dat schrijft, daarvoor leid ik verdrukkingen. Ja, want echte liefde voor de Heere wordt zichtbaar in je leven. Maar in de wereld tel je dan niet mee. En dan word je bespot, belachelijk gemaakt, weggezet. We leven in een maatschappij waarin je vooral moet leven voor jezelf. Opkomen voor jezelf, je eigen leven maken, het recht van de sterkste. Ja, dan heb je een goed leven, zo wordt gedacht. Alsof het leven maakbaar is. Maar vroeg of laat kom je dan echter bedrogen uit. Maar zo is het niet voor een kind van God. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.
verwacht het van Hem, de opgestane en opgevaren Heiland. Hij heeft de dood overwonnen en Hij zit daar nu aan de rechterhand van God. De levende regeert. Hij is koning. In vertrouwen op Hem kan en mag je ook leven met Hem, voor God. Zeker, dat gaat met vallen en opstaan. En dat blijft je leven lang een strijd met de oude mens. Maar gemeente, komende week is het ook Pinksteren. Weet dan dat je die strijd niet alleen hoeft te voeren. En dat het een strijd mag zijn waarin we de kracht van de Heilige Geest ook mogen ontvangen. Maar het komt er dan wel op aan, broeders en zusters. En dat wordt ook zichtbaar in ons tweede punt. Want in dat lied wat Paulus aanhaalt, klinkt ook een ernstige waarschuwing. Gemeente, er wordt volharding van ons gevraagd. Alleen zo krijgen wij aan de vervulling van de belofte deel. Je zou kunnen zeggen dat met Hem leven en sterven aan ons gebeurt, maar het gaat niet geheel buiten ons om. Dat blijkt wel in vers 12. Als wij volharden, dan zullen wij ook met Hem regeren. En dit laatste mogen we dan ook in het verlengde zien van wat we afgelopen donderdag mochten vieren met Hemelvaartsdag. Christus Jezus, de koning, overwint en regeert. Zijn hemelvaart is vergeleken, zou je kunnen vergelijken met de intocht van een koning die overwonnen heeft. Zo is Hij de hemel binnengehaald en zo is Hij door de Vader gezet aan zijn rechterhand. Daar regeert Hij. En als wij volharden, dan mogen wij, dan zullen wij ook met Hem regeren. En opnieuw staat er dan met Hem. Daar ligt de sleutel. Dan zal het zijn zoals ook staat in Openbaring, in die brief aan Laodicea. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Dat ligt in het vooruitzicht voor wie volhardt. Maar er is ook een andere kant. Want als je niet volhardt, als wij Hem verloochenen, dan zal Hij ons ook verloochenen. Gemeente, deze waarschuwing moeten wij ons zeer ter harte nemen. Het komt er dus wel op aan in je leven. Je zou kunnen zeggen, volharden gaat niet vanzelf, verloochenen wel. En dat betekent dus strijd, ja, tot het einde toe, om te overwinnen. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ook ons verloochenen. Dat is een herhaling van woorden die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. Toen Hij sprak over het leven wat zijn leerlingen te wachten zou staan, ze zouden uitgezonden worden als schapen onder de wolven. En dan zegt Hij, ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Bij verloochenen gaat het dus precies om het tegenovergestelde van belijden. Verloochenen is zeggen dat en handelen alsof je iemand niet kent. Je kan de Heere verloochenen, zeggen dat je Hem niet kent. Je kan Christus verloochenen en het bekendste voorbeeld daarvan is toch wel Petrus, denk ik. Hij was de gevangen genomen Jezus gevolgd, onopvallend, dacht hij, maar zo onopvallend was het niet, want tot 3 keer toe werd hij herkend. En het werd hem gevraagd, ben jij niet, nee,
Hij liet ze misschien niet eens uitspreken. Zo haastte hij zich om te ontkennen dat hij Jezus kende. Petrus. Hij verloochende zijn heren. Zeker, later werd hij weer in genade aangenomen. En dat kan nu ook vragen oproepen, maar daar hoop ik in het derde punt van de preek bij terug te komen. Het gaat nu om dat verloochenen. Verloochenen, dat deden ook de Israëlieten toen Jezus geboeid voor hen stond. Petrus wijst erop op de eerste Pinksterdag. U hebt hem verloochend voor Pilatus. Toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. Toen schreeuwden ze met z'n allen aan het kruis met hem. In het centrum van de tijd werd het zichtbaar wat de houding is van ons mensen ten opzichte van God. Liever een moordenaar op vrije voeten aan onze zijde dan zelf aan de zijde van God gaan staan en onder moordenaars gerekend worden. Als wij God niet voor ons karretje kunnen spannen, als God niet doet wat wij van hem verwachten, dan keren we ons van hem af en dan gaan we wel onze eigen gang. Dat zit er ten diepste bij ons in. En zo werd het ook zichtbaar. Jezus voldeed niet aan de verwachtingen. Was hij de Messias? Dan moest hij de Israëlieten bevrijden. En op zich klopt dat. Alleen het is maar de helft van de zin. Want door de Joden toen werd dat afgemaakt met van de Romeinen. En dan zou hij het koningschap in Israël herstellen. Ja, dat was hun gedachte. Maar zo ging het niet. Jozef moest aan het kind, aan zijn zoon, de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk. Dat zijn alle mensen die bij hem horen, met hem verbonden. Alle mensen die volharden. Allen die zijn naam belijden. Maar als wij hem verloochenen, dan zal hij ons ook verloochenen. En daarmee zijn we terug bij die ernstige waarschuwing uit vers 12b. Het komt er dus wel op aan. In zekere zin klinkt die waarschuwing ook al mee in wat eraan vooraf gaat. In vers 11 en het begin van vers 12, dan staat er immers als dan, maar dat betekent ook als niet, dan niet. Als wij niet met hem gestorven zijn, zullen wij ook niet met hem leven. Als wij niet volharden, zullen wij ook niet met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Het komt er dus op aan. Er wordt nogal wat van ons gevraagd. Als wij ons schamen voor ons geloof, schaamt hij zich voor ons. Broeders en zusters, jongeren, als in ons leven niet zichtbaar is dat wij hem kennen, wil hij ons ook niet kennen. Als wij met de wereld meedoen, dan zal dat er op de jongste dag ook uitkomen. Als wij van twee walletjes proberen te eten, dan kiezen we daarmee voor onszelf. Dan zijn wij onze eigen God. Dan kunnen we op zondag in de kerk zitten, maar door de week is er niets van terug te zien. Dan is het slechts buitenkant, uiterlijk vertoon. En dan zal Gods trouw ook klinken en blijken vanuit de waarschuwing die hier klinkt. Dan staan we op de jongste dag aan de deur kloppend. Heer, Heer, doe ons open. Maar de Heere zal ons antwoorden. Voorwaar, ik zeg jullie, ik ken jullie niet.
Dat is de ernstige waarschuwing die naar ons toekomt. Wie oren heeft, moet luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat brengt ons bij ons derde punt, een rijke troost. Gemeente, als je deze waarschuwing op je in laat werken, dan zakt de moed je toch in de schoenen. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal dan staande blijven? We zongen het nog met Psalm 130. Dan mag het een geweldige belofte zijn, die klonk, maar de vervulling ervan is buiten ons bereik. Wat hebben wij dan aan Gods trouw? Die trouw keert zich dan alleen maar tegen ons. Zo kan ons ook gewezen worden op vers 13. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Dus zal hij ons verloochenen als wij hem verloochenen. Maar gemeente, zo is die tekst wel eens uitgelegd. En op een bepaalde manier is het waar en toch gaan we dan te snel. Dan trekken we toch te snel een conclusie. We hoeven de moed niet in onze schoenen te laten zinken. Kijk eerst maar eens naar wat Paulus in dat eerste vers van het gelezen gedeelte zegt. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wordt gesterkt. Dat is een gebod, een gebiedende wijs, maar dan op een passieve manier. Dan gebeurt er dus iets aan ons. En dan moeten we goed opletten, gemeente, dan is het niet de bedoeling dat we met onze armen over elkaar gaan zitten. Nee, het geeft aan waar vandaan we het kunnen en mogen verwachten. Paulus schrijft er op een andere plaats ook over. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het betekent dat we het bij hem mogen zoeken, maar dan ook van hem de kracht mogen verwachten. En wat dan? Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Ja, over die genade schreef Paulus geïnspireerd door de Heilige Geest op verschillende plekken. In verschillende nieuwtestamentische brieven komen we dat tegen. Ook al eerder in deze brief, in 2 Timotheus. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Gemeente, over die tekst is een preek op zich te maken, maar nu is het voldoende om hierin te horen dat de redding dus niet afhankelijk is van onze werken. De redding ligt in wat ons in Christus gegeven wordt. Wat Hij in Christus aan ons geven wil. En dan moeten we dus vasthouden aan de belofte van vers 11. Wie met hem gestorven is, zal ook met hem leven. Wie volhardt, zal ook met hem regeren. Jezus Christus, opgevaren naar de hemel. Daar zit hij, aan de rechterhand van God. Daar regeert hij. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En als het dan misgaat bij ons, bij onszelf, dan moeten we niet bij de pakken neerzitten, maar dan moeten we het zoeken bij hem. Wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet wanhopen, staat er in ons doopformulier. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Uit zijn woord mogen we hem kennen. En voor wie hem nog niet kent, dan weet je waar je het zoeken moet. In zijn woord mag je hem ook leren kennen.
Hij is een God die zondaar lief heeft en wil redden. In Jezus Christus ligt ons behoud. In de kracht van zijn opstanding mogen we het zoeken. En dan kunnen we ook terugkomen bij Petrus. Hij had zijn meester tot 3 maal toe verlogen. 3 keer had hij gezegd dat hij hem niet kende. En toen kraaide de haan. En de Heer Jezus keerde zich om en keek Petrus aan. Dat moment brak zijn hart. Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Het laat zien hoe Petrus zijn meester lief had. Maar meer nog, gemeente, hoe de Heer Jezus hem lief had. Petrus zag het in de ogen van Jezus. En daarom zei de Heer niet: Petrus, jij hebt mij verloochend, nu zal ik ook jou verloochenen. Nee. Het is zoals dat in Psalm 51 staat: een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En daarom moeten we ook nog even terug naar die tekst vanuit ons doopformulier, want er staat geen punt achter die zin, het loopt nog verder. Dat wij aan Gods genade niet wanhopen en ook niet in de zonde blijven liggen. Dat moeten wij voor ogen houden met die waarschuwing uit vers 12 in gedachten. Het gaat er niet om dat we lam geslagen worden. Nee, het gaat erom dat we niet bij onszelf blijven hangen. Het gaat erom dat we het zoeken in Gods trouw. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat kunnen we niet vanuit onszelf, maar God wil het door zijn geest in ons werken. Zijn geest eigent ons toe wat wij in Christus hebben. Vergeving van zonden. Eeuwig leven. Dat is de rijke troost die vanuit dit lied van Gods trouw naar ons toe komt. Dat is ons houvast. Wij kunnen ons bij momenten schamen een christen te zijn en er dan niet vooruit komen. Andere keuzes maken. Wij kunnen God op zo'n moment verloochenen, hem ontrouw zijn, maar God is getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. In Christus Jezus wil hij ons vasthouden en terughalen, roept hij ons. Zoek het op die momenten bij hem. Let wel, broeders en zusters, jongeren, dat betekent niet dat die waarschuwing aan kracht verliest. Het staat er niet voor niets. Zeker, de Heere is trouw. Maar wanneer wij ons door zijn trouw weigeren te laten vinden en behouden en zo hem verloochenen, ja, dan zal hij ons ook verloochenen. Laat dat niet gebeuren. Bid om de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Verwacht het van de trouw van de Vader, de liefde van de Zoon, de kracht van de Heilige Geest. Momenten dat je het moeilijk hebt, als het volgen van Jezus moeilijk is, als dat lijden met zich meebrengt, zoals bij die vader van Rebecca in Iran, toch kon hij zeggen: ik zit liever gevangen met Jezus in mijn hart dan gezellig thuis zonder hem. Tegelijk moet je het dus ook bij God zoeken op de momenten dat het misgegaan is. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Zo hebben wij een geweldig vooruitzicht. God heeft het beloofd en hij is trouw. Dan zullen wij leven met hem en regeren met hem. Dan delen we in de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dan kunnen we ook samen met Rebecca's vader, met Paulus, tot in eeuwigheid zingen van Gods trouw, tot verheerlijking van zijn grote naam. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, getrouwe God, wat bent u goed en zeer te prijzen. Vanmorgen mochten we het opnieuw horen vanuit uw woord, hoe u trouw bent aan wat u doet en aan wat u zegt. Dat u het waar wilt maken in ons leven. En Heere, wanneer wij uw woord lezen, dan worden wij daar telkens weer bij bepaald. Beloftes van lang geleden die hun vervulling vinden. En uiteindelijk vervuld zijn in Christus Jezus onze Heere. In Hem hebt u het waargemaakt. In Hem is er voor ons vergeving van zonde, eeuwig leven. Wij mogen met onze gebrokenheid, met onze zondigheid, met ons zondaar zijn, ons vastklampen aan Hem, aan Zijn lijden en sterven. Heere, we bidden u dat we dat opnieuw mochten ontdekken vanmorgen, of voor het eerst, dat Hij niet voor niets de naam Jezus ontvangen heeft. Heere, wilt u geven dat we het zo bij Hem zoeken en dat we er zo met Hem ook mee mogen leven. Dat het zichtbaar wordt in ons leven. Zelfs al brengt dat lijden en verdrukking met zich mee. Dat we op die momenten ook de kracht van uw Heilige Geest mogen ervaren. Dat we gesterkt worden in uw genade. Dat u het wilt doen op de momenten dat wij zo zwak zijn en geneigd zijn om u de rug toe te keren. En Heere, dan toch nog zullen wij ontdekken dat er van die momenten zijn. Dat het toch weer misgaat. En misschien ook wel op een zwakke plek van ons voor de zoveelste keer. Hoe moedeloos kan ons dat niet maken? En hoe groot is het gevaar ook niet dat uw tegenstander, de duivel, juist die momenten aangrijpt om het bij ons onder de neus te wrijven dat er bij u geen genade meer is voor ons. Maar Heere, geef dat we dan daar niet naar luisteren. Dat we het zoeken in uw woord. Dat we mogen weten dat wij, ook al is het voor de zoveelste keer, dat we toch bij u terug mogen komen. Zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon te wachten stond op zijn zoon. En dat zijn zoon uiteindelijk zich de liefde van zijn vader in herinnering kreeg. En dat dat hem weer naar huis deed gaan. Heere, wilt u geven dat we dat voor ogen houden. Dat we niet in onze ellende erbij neer gaan zitten, maar dat we zien op uw liefde. En weten dat we zo ook bij u terug mogen komen. Wilt u ons zo alles geven wat daarvoor nodig is? Wilt u met ons meegaan als we zo dadelijk naar huis gaan, of wellicht naar familie of ergens anders heen? Wilt u geven dat we vanmiddag hier weer in gezondheid bijeen mogen zijn om opnieuw naar uw woord te luisteren, om opnieuw dat rijke evangelie te mogen horen? Dat wat ons perspectief biedt tot in eeuwigheid. Hoort u zo ons gebed om Christus wil. Amen. Gemeente, dan is er nu de gelegenheid om de Heere uw gave te geven. Daarna zullen wij zingen onze slotzang, Psalm 68, daarvan het 10e vers. Maar eerst dus de gelegenheid om de Heere uw gave te geven. De Heere zegene u en uw gave.
Dan mogen we zo van hier gaan, maar eerst bidden wij nog om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Laat uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.